Minister Mike Nur-Shalim van Binnenlandse Zaken gaf maandag het startsein voor het tweede collegejaar van de ambtenarenopleiding. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut. Ruim 800 ambtenaren hadden zich aangemeld voor de hogere beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement, maar uiteindelijk zijn slechts 60 studenten toegelaten. De minister vindt het belangrijk dat ambtenaren zich scholen op hbo-niveau. De opleiding is niet alleen bestemd voor medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook voor andere ambtenaren. Het ligt in de bedoeling dat de afgestudeerden van deze opleiding doorstromen naar de masteropleiding.